Nou, Dols, daar zijn we weer. Onderweg naar Liz en Leo en Jan. Hallo. Ik had echt niet geloven. Nee, stom, hè? Hoe mooi is ons hotel? De mannen zijn aan het mixen golven. Het is één strijd hier. We gaan de nieuwste zomercollectie shooten. Onwijs veel zin in. Wij krijgen ook, gaan we dat zeggen? Voor de hoogzomer wat we hebben. Zullen we het al zeggen? Komt het weer terug, maar wel in op een nieuwe manier. Nou, we zijn gezellig bij Like My Brand Moms. It's all in us. Wij gaan van deze lelijke witte muur een mooie behang doen. Nou, wij, voornamelijk mama. We hebben ook Lima de kamer zijn we aan begonnen. Kijk hoe schattig. Nou, Dols, daar zijn we weer. Back on track. Ik snap dat jullie ons heel vermoeiend vinden, maar Marie en ik zijn super druk bezig met een heel nieuw concept. En ook nog voor Reine zijn we heel druk met iets heel leuks. Ja, binnenkort veel meer over, maar vandaar dat de vlogs eventjes op een laag pitje stonden. Ja. Omdat we eventjes andere prioriteiten hadden, maar we proberen nu wel echt consequent gewoon weer onze vlogs om, te houden. Om niet wekelijks, maar om de week gewoon weer. Vanaf nu gaan we het aanhouden, dus eerwoord. Met een klein kruisje. Nee hoor, grapje. Wat gaan jullie zien in deze weekvlog? We hebben dus wel hele leuke content voor jullie, want ik ga met Mike Rocket naar Zwitserland. En we gaan naar een heel leuk event naar Friends of the Brains, de Mom Edition met Laura, ons vriendinnetje. En onder andere veel meer andere leuke meisjes. Hebben we een fotoshoot voor onze nieuwste Summer 23 collectie. En ga ik met mama even onze huis ready maken voor mij en Jai. We gaan onder andere behangen, dus ben je benieuwd? Blijf maar kijken, blijf subscriben en blijf reageren. Love, vrienden. Marie en ik zijn foto's aan het maken. Samen met onze collega's en partners, deze vriendin Olivier. En kijk eens hoe tegenkomen met Mick. It's Harley. Hoe je draagt een hoekje stelt. Perfect. En we gaan even foto's maken. We gaan even content maken. Helemaal leuk. En ik was mijn make-up vergeten. Dus Harley doet even een Marie-tasje. Kleine Lima is ook mee. Hoe schattig. Nou, wij hebben hier net een hele leuke foto gemaakt. Met een kinderwagen waar Lima niet in zit. Dus mensen denken, die sporen niet, die meiden. Maar we gaan nu even wat snel eten halen. Even omkleden. Very hungry. En dan weer een foto maken. Aber natuurlijk. Ik draag nu de sweater dress. Smok. With their boots. Woehoe. Nou, zo toevallig zijn we in Amsterdam. Komen we Harley en Marie tegen. Ja, mensen dachten dat we gek waren. Hoe hard ik met haar overheen zou. Wij gaan lekker lunchen bij Porter. En Harley heeft gewoon pauze. Woehoe. Zo gezellig. Raak jullie ook die wiet geur of ben ik de enige? Ik raak het ook, maar ik ben ook wel gewend hier in Amsterdam. Ja, even drukken. Deze meiden hier vinden Amsterdam is helemaal leuk. En deze meiden hier vinden het te druk. Cheers! Cheers! Cheers, girls! Lima! Ik heb zo'n mooie mannen in dit. Zo aan het gapen weer, hè? Heerlijk eten. We hebben de helft nog niet eens gefilmd, hè? Het zit er alweer in. Maar dit is ook echt heerlijke mac and cheese en fries. Elke vrijdag. Elke vrijdag gaan we dit doen. It's been a while. Ja, we willen het nu dus echt wel wekelijks gaan uploaden om de week. Ja, gewoon wat we eigenlijk deden. Ja. Dus per maand 2 vlogs. Goedemorgen. Marie en ik zijn momenteel heel druk met een heel nieuw concept. Eigenlijk een heel nieuw bedrijf. Erbij. Dus, verbouwde. Je mond. Dus het is momenteel best wel druk voor ons. En we hebben natuurlijk ook nog huidige Reinders, waar we ook heel veel nieuwe ontwikkelingen mee hebben. We krijgen een heel leuk nieuw project ook met Reinders. Dus we zitten echt in een hele goede flow. Echt volgend jaar. Maar wel qua werk dus best wel druk. En daardoor eigenlijk minder tijd om te vloggen. Maar we hebben wel heel veel gevlogd. Dus deze vlog zullen jullie wel meer zien. Heel divers. We hebben heel veel leuke dingen gedaan. We nemen het wel op. Maar soms is het iets vertraagd gewoon met het uploaden. Maar dat gaan we nu helemaal goed maken. Ja, dat gaan we nu heel goed maken. Om de 2 weken komt gewoon 1 vlog van ons met heel veel leuke content. Want we gaan weer heel veel leuke dingen doen. Ja, jullie moeten dus ook even aangeven wat jullie graag weer willen zien. Ik had een paar reacties namelijk gelezen dat jullie niet zo leuk vonden dat we elke keer de baby's filmen. Echt? Ja, dat het niet zoveel meer over Reinders gaat, maar meer over kinderen. Ja. Is wel waar. Een, ja, beetje, een beetje natuurlijk. Maar het hoort natuurlijk nu ook bij ons leven. Minder dat moedergelul. Ja, dus dat gaan we meenemen. Maar als jullie nog meer tips hebben, Marie te laten uitspreken. Niet zo snel praten. Dat doen we ook bewust ook altijd. Dat doen we bewust dus niet. Ja, maar dat is wel onze manier van communiceren. Is gewoon heel snel chaotisch door elkaar heen. Dus dat eigenlijk. Dus laat even weten onder onze vlog. Wat jullie graag allemaal willen zien. En nemen we het mee in de volgende week vlog. En ons jaar is dus volgend jaar. Girls. Ja, we gaan echt rocken. We zitten ook in onze nieuwe showroom. Gaan we ook nog een hele tour van geven voor jullie. Dus ja, alles beloofd, alles komt. Alles met al komt het eraan. Ik ben zo blij om naar Liz en Leo te gaan. Rocken! Hè?
En dat om 4 uur 's nachts. Mijne. Mijne gaat ook mee, ja. We gaan naar Leo. Ja, dat is gezellig. Baby. Naar de baby, ja. Nice. Leootje, ja. Nice. Nice? Nice, ja. Nice, ja. Hoe kan je zo vrolijk zijn als je wat wakker gemaakt hebt? Ja. Go, 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 Rocket. Oh. Goed zo. Wij gaan nu boarden. Onderweg naar Liz en Leo en Jan. Auto. Auto, we gaan het vliegtuig. We zijn geland. Alleen handbagage mee, maar het is nog heel veel. Uit dat vliegtuig komen we erop. En hij zit hier lekker aan een broodje. Kom maar, heb ik weer goed gedaan, liefde. Auto. Ja, we komen uit het vliegtuig, oftewel de auto. Nou ja, het is beter dan helemaal uit elkaar gehaald. Je zit niet te doen. Dan zeg jij andersom. Hè? Andersom was ook niet slim geweest. Nee? Nou, ik denk dat het logisch als je naar beneden gaat of zo. Ik weet niet waarom. Ze zijn er bijna. Oh, volgens mij zag ik daar de auto. Oh nee. Ah. Het is een grote auto, dus die is niet te missen, hoor. Oh my god, lijkt of ik een droom zit. Slaapt die? Ja. Oh. Ik had echt niet gelogen. Nee, stom hè. Rock, zijn we Liz en Leo? Rocket is goed aan het kijken wat hij wil kopen. Maar ik moet altijd de Louvre-winkel binnen. Hij voelt zich helemaal thuis in Genève. Lekker hè? We zijn bij ons hotel. Montreux Paris. Okay, we zijn dus in ons hotel. Oh, is wel een bad. Ik dacht wel eigenlijk dat we geen bad hadden. Het is een douche. En dan is dit onze kamer. Gewoon een heerlijk bed. Coming. Dit is toch heerlijk. Wat een lekker uitzicht. Wauw. En dit vind ik altijd zo leuk aan die fancy hotels. Kijk dan, een eigen hondje. Dat is lief, Rock. Ze hebben ook een bedje voor Rocket neergezet. Niet dat hij daarin slaapt. Ja, dat is jouw bed. Ga je daarin slapen? Ja. Ja? Is dat zo? Nou, ik denk het niet. Gadver, denk het niet. Nou, Rock, ga je er toch wel in slapen? Ja. Ja? Oké, we hebben heerlijk even alles ingedeeld hier in dit hotelroom. En we gaan nu weer eventjes lekker naar buiten. Liz die woont hier, dus die gaat ons even het leukste plekje Montreux laten zien. Zij gaan ons weer aankleden, Rock. Hoe mooi is ons hotel? Het is toch prachtig? Al het geel. What the fuck? Hoe gezellig. Even Montreux stad verkennen. Is het de stad? Ja, hè? Nou, wij hebben een heerlijk ontbijtje. Lekker fruit, appeltje, zoetje, yoghurtje. En voor Rocket zit hieronder de scrambled eggs. Maak maar open. Goed zo. Bon appétit. Nee, die is oud. Oh, ga je het toch proberen? Ja, alles wat ik eet, pak Rocket af. Of het nou een jam potje is, nieuwe broodjes scrambled eggs. Alles wat mama heeft, alles uit je mond. Alles uit je mond. Pap. Wilt Rocket ook? Hè? Nee. Ja. Bon appétit. Wij staan nu voor ons hotel te wachten op Liz. Daar haai je er. Oh nee, daar heb je nu niet. Dat is een hele andere auto. Want we gaan vandaag naar Lausanne. Met Jan, met Mike, met de kleine baby's. Ik draag vandaag de Rocky top met een jeansje. En Rocket die draagt helemaal in de Zara. Hè? Met een lekker appeltje. Oh, je laat even de outfit zien. Je hoeft niet altijd te laten zien hoor, Liesje. Appel. Appel. En het is een heel mooi hotel, hè? Ah, een mooie dicht. Zo. Hoe mooi is het hier? Kijk eventjes. Het is hier allemaal prachtig en allemaal heel rustig. We hebben net even een koffietje gedaan. We gaan nu naar Lausanne stad. En daar staat mijn liefde helemaal mooi in het wit. Met mijn andere liefde met de baby. Wij zijn lekker in onze hotelkamer. Rocket heeft lekker een pastaatje. Moet ik het even versnijden een beetje? Nee. Zo. Gaan we eten. Deze. Lekker. Ja, lukt dat? Ik denk dat je vorkje moet doen. Ik denk dat het vorkje makkelijk is. Smakelijk. Smakelijk eten, Rocket. Zo? Ja, is al beter. Goed zo. Rocket, bon appétit. We hebben een hamburger en salm. Je hebt niet al je spaghetti gegeten? Nee. Nee? Nou, wij zitten weer heerlijk
aan een ontbijtje. Avec Yanne! Yes! Yes, I'm here. Hè? En Rocket heeft nu weer een pannenkoekje. En die heeft een fruit en een ei. Opnieuw! Ja, opnieuw. Wij gaan heerlijk even naar de spa. Papa! Papa! Ja, ik denk niet dat het een spelletje is. Voor de vraag of als het pyjamaatje is van Chiara Ferragini of Arangi. Hij draagt 2 jaar. En die heb ik al 6 maanden. Hij is best wel groot. Maar het broekje sla ik gewoon aan de bovenkant dubbel. Dit is onze hele mooie hal. Naar onze hotelkamer. En we hebben allebei een badjasje aan. Heerlijk, hè? De vakbond spa. We hebben voor Rocket ook een badjasje gekregen. En hier is de spa. We gaan leren met hem eventjes het zwembad in. En dan even kijken of je het leuk vindt. En dan zijn we zo weer terug op de hotelkamer, hè Rock? Kijk nou hoe mooi dit spa is. Je kijkt zo op het Montreuxmeer. Dus het Genèvemeer. Daar zijn we mannen. We gaan even proberen een leuk fotootje hier te maken. Voor onszelf. Het is hier zo mooi. En daar is dan weer ons hotel. Nou, we zijn hier in de spa geweest, hè Rook? Nu weer lekker naar het hotelkamertje. En dan gaat Rook weer lekker slapen. En dan gaan wij ons klaarmaken voor vandaag. Rook, het zit een badjasje helemaal aan het einde. Ja, we zijn er. Geef papa maar een kusje. Geef papa maar een kusje, Rook. Papa. Het is ons laatste ochtendje in Zwitserland. Gaan we bellen Rocket? En Rocket die wil de roomservice bellen. Dat lukt met je. Bah. Wat wil je, een ijsje? Ijsje eten? Ja. Ja? Gaan we bellen? Zeg maar hallo. Mama. Moet ik bellen? Nee. Ik heb al gebeld. Ons laatste ochtendje. Rocket is wat eerder wakker, omdat de uur natuurlijk een uur terug is gedraaid. Dus het is iets donkerder nu. Maar hoe leuk. Ik vind het helemaal enig dat elke ochtend zo'n... Eten. Ja, eten. Zo'n ontbijtje wordt gebracht. Is natuurlijk ook enig. Auw. Ja, die is auw. Geeft die maar mama. Het was het verhaal in Montreux. Jij, Rock? Het was wel heel gezellig. Heel gezellig. Kleine Leo ontmoeten, Rocket. We gaan nu nog even het laatste dagje door. En dan to the airport. De mannen zijn aan het mixen golven. Het is 1 strijd hier. En ik en Liz. Die zijn lekker met de kiddo's. Rocket ook lekker aan het... golf, hè? En dit is dus ons hotel. Het loopt helemaal door. En hier beneden heb je dan een hele leuke midget golf. Emoties moet geleefd worden. Like in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Yay! Yay. Onterecht, maar ja. Maar ja, onterecht, ja. Dat is hard! Kijk, mensen, drie nog. Ik heb het niet. Oh no! Oh, we're not done here. Tiger Woods, wake up! Wake up, Tiger Woods! Thank you for coming in Montreal. Goed zo, Rocket, ga maar! Ja! Ja, bijna! Bijna! Goed zo, schatje! Yeah. En ik sta heerlijk in het zonnetje te genieten met Lisje. Waarom waren wij in Zwitserland? Nou, wij hebben een nichtje genaamd Elisabeth. Familie woont daar. Zij woont daar met haar man Guillaume. Ja. En die hebben dus sinds kort een kleine baby gekregen, Leonardo. Die ik helaas niet op camera mag laten zien, dus het is allemaal geblurred. Maar daarom gingen Mike en ik daarheen, want het is ook Mike's familiekant. Dus nee, we zijn niet... Ik zal het niet eens vertellen. Nee, het is te ingewikkeld. Maar in ieder geval, het is het allebei ons nichtje van Liz. Dus daar vonden we het wel aangetrouwd belangrijk. Aangetrouwd de familie van Mike en het is bij jou familie. Ja, dus niet meer aangetrouwd zelfs. Maar goed, het is niet bloodrelated, maar het is wel allebei ons nichtje. Dus we vonden het heel belangrijk om die kleine Leo te zien. Onze stemcel was verplaatst, dus we hadden tijd over. Dus hè? Waarom why not? Dus we zijn naar Montreux gegaan. En er was echt leuk veel dingen gedaan met elkaar. Ja, we sliepen in de Fairmont Montreux Hotel. Ja, het is echt een waanzinnig mooi hotel. Alleen door Rocket zijn we niet heel veel de kamer uit geweest in de avond. Dus het is wel jammer, want je had onwijs veel mooie zalen. En ook qua mooie... eten bedoel je? Ja. Je bent wel echt benieuwd met roomservice. Je bent ja, roomservice tot in de max. En spa surfen. Maar niet qua dineren of zo. Echt uit eten. Maar wel gewoon in de middag. Dus op zich was het prima. En om die kleine Leo te zien was natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus best echt... En ik kon niet mee omdat ik natuurlijk Limaatje heb. En Livia en gewoon 2 kinderen al hectisch zat. Maar ze komen eind december naar Nederland. Ja!
kan ik ook eindelijk Leonardo ontmoeten. Want Leonardo is maar 1 maand jonger als Lima. Dus dat was echt super leuk. Yeah. En het hotel was dus waanzinnig. En Rocket vindt dus het hele leefje in een hotel heerlijk. Hè? Elke ochtend roomservice, wakker worden. Badjasje aan. Die super spa. Super lief kind. Hij vindt het geweldig. Iedereen zegt gedag natuurlijk. Hier in Nederland wil je nog een keer als je buiten loopt en zegt goedemorgen, hallo. Zeggen Nederland soms niks. En in een hotel hoort het natuurlijk wel als je er werkt om gedag te zeggen. Dus elke dag was het bonjour, Rocket, bonjour. Ja, dat vindt hij enig. Alleen maar, ja, dat is net zoals ik. Heel sociaal. Nee, dat vond hij echt super leuk. Dus Rocket, nee, die heeft er niks van. Van vliegen niet, een ander bed. Want eigenlijk is het niet anders slapen voor hem. Want hij slaapt nog steeds bij mij in bed en Mike. Ja. Dus voor hem is het gewoon heel makkelijk om ergens anders te slapen. Ja, dat is wel mijn voordeel. Dat is wel het voordeeltje. Ja, dus hij heeft helemaal nergens last van. En jongens, het is maar een uurtje vliegen. Ja, dat is echt... Een uur en 30 minuten, maar het is meer het landen wat je nog helemaal terug moet. Dan echt het vliegen je stijf. Nou, jij neemt een koffie dingetje en je gaat weer landen. Nou, dus dat was echt peanuts. Maar we hebben het super leuk gehad. Ja, en hoe was het om Leo te ontmoeten? Heel emotioneel. Ja, heel emotioneel. Ik ben sowieso heel emotioneel. Omdat ik niet heel veel over moederschap heb. Maar goed, mijn hormonen zitten nog helemaal in de war. Denk ik, hoop ik. Dus ik huil echt om alles en dat had ik hiervoor niet. Ik heb ook echt... Maar je geeft ook nog steeds borstvoeding. Dat verklaart denk ik ook een hoop. Ja, migraine. Ik wil niet zeggen depressief, maar heel blij. En dan weer down. En dan weer heel blij en dan weer down. Ja, we hebben het heel labiel, ben je. Ja, heel labiel. Dat is niet nou goed, ik ben anders dan voorheen. Laat ik het daarop houden. Minder, ja, je bent gewoon meer emo. Ik ben heel emotioneel, ja. Maar ik heb dat niet. Nee, jij hebt dat niet. Thank God. Want als je met 2 kinderen en depressief wordt, is het niet best. Nee, ik ben niet depressief, jongens. Ik wil er ook geen grapje over maken. Maar ik heb wel heel erg mood swings. Ik merk wel gewoon dat mijn hele stelsel is door de war. Maar stoppen met borstvoeding. Ja. En hoe lang geef ik al borstvoeding om die vraag meteen te tackelen? We zijn heel erg energiekjes, dat zie je maar. Ja, we hebben gewoon een hele drukke dag gehad, dus we zijn heel erg tikkelen. Hoe lang heb ik borstvoeding? Rock wordt in februari 2, dus ik geef die al 20 maanden borstvoeding. Ik heb al even geen afloop gefilmd van onze terugreis. Normaal zit van Montreux naar Genève Airport zo'n 40 minuten rijden. Het was nu 1,5 uur. Ik kan voorstellen dat ik gestrest in de auto zat. Dus met name van Rocket, sorry. Dat we heel gestrest in de auto zaten, dus toen we er eenmaal waren, zijn we gaan rennen. Door de douane heen en noem alles maar op. Uiteindelijk hebben we het wel gehaald, maar daardoor heb ik even niks gefilmd. Nu, vandaag hebben wij een fotoshoot. Ik had toen ik op vakantie was van picknick alvast de boodschappen besteld. Dus vanochtend stond hij om 9 uur aan de deur. Dus ik had lekker alles in huis. Na vakantie heb ik dat meestal niet. Geen ad, maar gewoon echt een super handige tip van mij. En nu, vandaag komt Harley, Pierrot komt ons haar doen. Harley doet ons make-up. We gaan de nieuwste zomercollectie shooten. Onwijs veel zin in. En ik heb, zoals jullie kunnen zien, heel veel chocola, worst, kaas. En alles in Zwitserland gegeten. Dus mijn huid is explodeerd. Maar goed hè, maar niet uit. Ik ga toch een hele laag make-up overheen. En ik draag vandaag de Reiner sweater. Die hebben we niet heel veel gefotografeerd nog. Maar die draag ik echt dagelijks. Dus ik heb er heel veel zin in. Ook om weer Marietje te zien. Die heb ik al 4 dagen niet gezien. Dat is voor ons heel erg lang. En dan gaan we lekker content maken vandaag. Ja. Hallo schatje. Kan je dat doen? Oh, nou, helemaal goed. Oké, wij konden niet zo heel goed de shoot filmen. Het was heel chaotisch. En we willen toch nog niet de nieuwe collectie laten zien. Dat gaan we in december posten. Maar wel onwijs mooie make-up door ons vriendinnetje Harley. Haar door Pierrot. En de Blaise Jagercoat. Die Mike heeft gekocht in Zwitserland. Ik heb 3, dus ik krijg mijn bandje. Gezellig. Nou, gezellig bij Like My Brand Moms. Ik was een fit op mij. Het was zo fijn. En we zijn in de salon. Hoe leuk. Ik ben heel benieuwd. Applaus. Ik denk dat ze complimenten geven. Ik heb ook een vraag aan de persoon naast je. Ik ben heel benieuwd waar die het omschrijft. Korte bal. Wat we nu aan het Carolientje. En de rest van de tafel. It's wij zitten nu bij de volgende tafel. Je gaat eigenlijk elke tafel langs. En dan... We zitten nu bij wasparfum. Wij zijn nu de wasparfums aan het testen. Marie, welke vind jij het lekkerst? De Dolce. De Dolce. Kel jij? Welke jij? Oh, je weet het Dolce of... Ik heb voor de Dolce. Diamant en bamboe. Marie, heb je allemaal voor ons gepakt? Ja. Woe! Oh, lekker. Super leuk. In ieder geval iedereen bedankt die op mij gestemd heeft. Echt een enorme eer om hier te staan. En op zo'n
zo'n prachtig evenement waar vrouwen en vrouwenmoeders centraal staan. We zijn heel buiten adem van de goodie deck. Maar goed, we hebben even een rustpauze, want Marie is er jas vergeten. Dan gaan we nu lekker in een shuttlebus, wilde ik zeggen. Een space shuttle. In een shuttle range. Oh, in een shuttle range. Naar de parkeergarage, want die tassen zijn niet te doen. Ik heb helemaal geen lijstje van, zeg. Ik heb geen idee. Nee. Nou, we hebben wel heel veel leuke dingetjes. Eén trapje gelopen. Oh nee, wacht. Wat? Dit is voor vergunninghouders en zo. Oh. Ik denk niet twee. Oh, jij weet dat ik hier wel sta, hoor. Nee, jij wel. Nee, dat is vergunninghouder. Jij wel. Al die tassen, hoe moet ik dit nou weer doen? Ja, hoe is onze shoot gegaan? Nou, we hebben dus een shoot gehad. Zoals je kunnen zien heb ik het nog opgelaten. Ja, en ik niet. Ik krijg er altijd heel veel haat over. Ik haal eigenlijk de hele foundation af. En dan laat ik wel mijn oogmake-up zitten. Met mijn wimpers. Want dat vind ik zelf irritant. En ik ben er echt helemaal bij. En wie doet dat? Dat doet Harley eigenlijk altijd. Tyrone maakt eigenlijk altijd onze foto's. En L'Ambiance laat ons haar altijd veulen voor de shoot. Ja. Het is nog steeds. Je kan zien dat er gewoon heel mooi slag in zit. En als het los is, dan hoef je niet zoveel mee te pielen. Ik wil trouwens ook meteen een polletje inzetten. Want ik wil misschien ook die twee blonde plukken wat Marie heeft. Dus vinden jullie dat wel of niet leuk als ik het ook ga doen? Want dan zijn we meer twinnie. Nee, maar ik ga ze denk ik roze maken. Roze? Dat is ook leuk voor de mooie fabriek. Allebei roze. Nou goed. Oh ja, wanneer gaan we de eerste sneak peeks delen? Dat gaan we delen in december. A month to remember. Ja, is in december. Nee, het wordt echt. Nou, ik vind het een waanzinnig. Een leuke selectie tot nu toe. Maar dat zeggen we elk seizoen. En elk seizoen verbeteren we ook. We luisteren ook naar jullie wat jullie missen. Wat jullie graag willen zien. Aankomende winter wordt echt helemaal. Ja, daar zijn we nu alweer mee bezig. Starstruck. Ja, aankomende wintercollectie is ook echt amazing. En, nee, en deze zomer is gewoon heel erg mooi. We hebben hele mooie jurken, pasvormen, wijde knits. Wij krijgen ook, gaan we dat even zeggen? Voor de hoogzomer wat we hebben? Nee. Oh. Wat ik wel wilde zeggen, want tijdens corona zijn we heel safe geweest op de collecties. En een beetje veel herhaling. En heel omdat veel comfy pakken, omdat gewoon daar de vraag naar was. Ja, en ook voor onszelf natuurlijk, hè. Corona veel veiliger. Enige, veel veiliger. En nu gaan we all the way up. Weer helemaal onze eigen stijl. Het is altijd onze eigen stijl geweest, maar minder veilig. Gewoon waar we goed in zijn, ons niet weer. De mooie pasvormen, dan wel iets duurder segment. Maar wel echt helemaal hoe Reinders is. Ja. En nu met corona heeft natuurlijk elk merk comfy pakken, lounge pakken, hoe je het maar wilt noemen. Dus we hebben ons weer echt onderscheiden in echt even onze aparte dingen, wat we leuk vinden. Dus ja, inderdaad, aankomende collectie in de zomer komt, zeg je het al zeggen? Komt het crochet weer terug, maar wel een op een nieuwe manier. Ander jasje, maar daar zijn we ook heel blij mee. Het is zo mooi geworden. We hebben de hele vakantie ook gedragen. In Spanje. Marbella. Oké, okay. Dus we hebben toch een sneak peek. Ja, een hele sneak peek. En dit gaan we dus delen begin december. Ja, wij zijn dus altijd eigenlijk hele erge fans van het event Friends of the Brands. Het concept, ja. Het concept. Het is eigenlijk als influencers leer je elkaar ook allemaal kennen. Maar je leert ook de merken kennen en de eigenaressen achter het merk. Gewoon socializen. Ja. Het gewoon goed elkaar te ondersteunen in deze coronatijd normaal. En dus daar zijn we heen gegaan samen met ons vriendinnetje Laura. En daar eenmaal op het event zagen we ook allemaal andere bekenden. Zoals Shanna Koerten en Anne Dominique. Super lieve mensen. Het zijn allemaal. Super, ja, het is gewoon super leuk om met z'n allen weer te zijn. We hadden echt ook een slappe lach in de garage, jongen. Ja, en het was gewoon leuk om, dit was dan het event Like My Brand Moms. Dus het waren alleen genodigde moeders of mensen die stiefdochters hadden, noem alles maar op. Gewoon wat betreft moeders. Mam gerelateerd. Dus het was gewoon leuk voor ons om echt weer een avondje uit te zijn met alleen maar moeders. Want je merkt toch als je mama bent dat het minder snel kan. Spontane acties doe je gewoon niet meer zoveel. Dus het was hartstikke leuk. Dus we waren met Laura en we hebben echt gegierd, ook op de terugweg. En we hebben binnenkort weer zo'n event. Dus als jullie wat meer meenemen in onze normale leven is ook weer een beetje terug. Nu corona een beetje voorbij. Oh ja. Waar we zullen jullie dan meenemen in het event? Hoe meer nog meer achter het scherm hoe het eruit gaat. Want we kregen een mega goodiebag mee. Die heb ik niet gefilmd. Denk jij ook niet? Nee. En wat zat erin? Er zat een Nutribullet in. Nou, dat is geweldig. Ja, het had een kalender, het had heel veel vitamines. Eigenlijk alles betreft mams te maken. Biologisch kindersoepjes voor de kinderen. Echt alles betreft gezondheid, organic en wat gewoon goed is voor je lichaam. Zat dus bij het volgende event zullen we dat meer voor jullie meenemen. Wat er nou allemaal in de goodiebag zit en wie er allemaal op event zijn. Want misschien vinden we dat wel leuk om te zien. Wij gaan van deze lelijke witte muur een mooie behang doen. Nou, wij, voornamelijk mama. Nou ja, wij. Kijk hoe mooi. Wordt echt amazing. Dit is van Arte, dat wij via Black Luxury. En mama was gisteren ook al hier. Want we hebben ook Lima de kamer zijn we aan begonnen. Nog niet alles. Ik moet nog even een rommel, maar kijk hoe schattig. Het is allemaal bosdiertjes. Een beertje. Dat heeft mama gisteren gedaan. Gordijnen hangen ook. Maar ik laat het totaal even nog zien. En we gaan nu gaan. Gisteren met kijkers.nl. Ja,
Netjes de zon kijken. En dit wordt dus ook helemaal behangen in de hele gang. En dit hebben we laten maken, want hier komt nog een schuifdeur. Beneden komt onze deur, dus het wordt nog wat. Oké. Okay. Okay, ik ga hem hier zetten en mij de eerste warm geven. Ja. Zo. Hey. Oh, ik heb echt een inzicht van, hoe noem je dat? Sukkel. Ik kan niet... Kijk. Zo, maar dan zo. Je hebt die in je bak. Dat is wat. Echt een mooie kleur, hè? Ik heb hem ook een lichte tint, maar ik denk dat het een beetje te licht was geworden. Dit breekt nog wel een beetje. Oké, girls. Ik heb een leuk nieuwtje. Nou, voor mezelf. Want ik krijg eindelijk mijn deur die ik wilde. Ik kon niemand geschikt voor vinden. Er was altijd het idee dat hier nog een deur kwam. Aangezien hier het toilet zit en hier de woonkamer is. En ik heb nu eindelijk het geschikte partij gevonden. Twin Doors. En dit wordt echt amazing. Dus dit wordt helemaal afgesloten. Dan hebben we daarachter gewoon een speelhoekje voor Livia. Die bench gaat natuurlijk nog weg. En ik heb het in dezelfde patroonkleur als mijn muren gedaan. En hele mooie latjes. Nou, je hebt echt deze deur nog nooit eerder gezien. Ik wilde toch even iets anders dan een zwarte stalen deur. Wat je heel veel ziet. Wat ik trouwens erg mooi vind hoor, maar ik wilde toch even wat aparters. En hoe mooi is onze vloer geworden? Ik kan er echt niet over uit hoe belangrijk eigenlijk je vloer is. Het is een heel ander huis nu. Veel huiselijker. En ik ben er echt ontzettend blij mee. Ook heb ik deze plant nieuw. Met een mooie zwarte pot. Dus beetje bij beetje wordt het echt een huis. Dit kleed had ik al in mijn vorige huis. Ik wilde hem eerst niet. Maar nu ik het zie, denk ik van ja, ik vind het toch wel erg leuk. Alleen ik denk dat Frenkie er een beetje allergisch voor is. Want die gaat een beetje raar doen. Hé Frenk, die vindt het maar niet zo heel veel. Dus het beetje bij beetje komt. Ik heb vandaag met mama gebehangd. Ik zal morgen even het eindresultaat laten zien. Ik ben in Sala Lima de kamer begonnen. Dus het wordt echt een huis. Hoe mooi zijn ook die printen zo strak. Ik ben er zo blij mee. Oh my god. Love it. En deze print van mijn stoelen met het groen komt nu helemaal terug met het zwart met die pot. Echt. Oeh, I can't wait. En het hysterische Valhalla is voor Lima. Marie, de vloer is eindelijk af. Het behang zit erop. Ben je nu klaar of wat ben je mee bezig? Nee. Zit de deur er al in? Nee, de deuren heb ik nog niet voor jullie gefilmd. Dat komt in de volgende week vlog. Dat is echt amazing. En ben ik dan al klaar? Nee, de slaapkamer, helemaal de bovenverdieping heb ik nog nooit laten zien. Dat moet helemaal nog eigenlijk gewoon gepersonaliseerd worden. Er zijn nu alleen maar witte muren strak en een bed. Ja, heel niet. Nou, gewoon prima. Maar ga ik ook nog helemaal behangen met mama. Lima de kamer heb ik nog niet laten zien. Die is helemaal klaar om te behangen en helemaal mooi. Die slaapt ook in haar eigen kamertje nu. Dus nee, ik ben nog niet helemaal klaar met jij. We hebben een nieuwe lui vol. We hebben een boot gekocht. Ja. Hartstikke leuk. Oh, oké, wat gaan jullie zien in de volgende weekvlog? Jullie gaan eigenlijk zien onze samplezalen. Sampletel. We zijn dus daar ook heel druk mee bezig. We gaan dat 3 dagen filmen. Ik heb een overnachting bij Havenlake. Dus ik ga je meenemen in onze getaway. En ons dagelijkse leven op de kantoor, kids. En buiten de kids ook nog weer over Rijners. Misschien, nee dat lukt niet volgende week een home tour. Office tour. Nee, we zijn nog aan het verbouwen. We zijn nog steeds aan het verbouwen. Dus misschien is het nog allemaal leeg. Maar we hebben echt waanzinnige interieurdingen. En het is nu bijna helemaal ready. Hoe we het willen. Hoe we het willen. Dus nogmaals, dank jullie wel voor jullie support. En wij gaan ons best om er nog veel meer content voor jullie te maken. En om het weer te knallen volgend jaar. Oké. Love, Rijners en Lima. Lima love.